Wat u nu ziet en hoort is Psalm 88. Dat is deze bundel. En dat is een genoteerde improvisatie die ik op het online orgelconcert, nadat het concert gespeeld was, van de uitgever Martin van Rossum van martinmuziek.nl aangereikt kreeg. En ik heb het meteen gespeeld. Psalm 88 is ontstaan als improvisatie op mijn eerste album Chants Célestes vanuit de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee. En dit album speelde ik in op 12 januari 2012. En 10 jaar later is dus de eerste improvisatie ervan genoteerd. En dat zal ook denk ik wel de enige blijven. Toen ik het stuk speelde, of de bewerking improviseerde, echt ter plekke. Toen had ik al het gevoel dat het dus een compositie zou kunnen worden. Nou, André de Jager heeft de notatie verzorgd. Dat heeft hij prachtig gedaan. En Martin van Rossum van martinmuziek.nl heeft dit prachtige boekje gemaakt. Ik zal hem nog eventjes bijhouden. Het komt zo ook nog eventjes als bevroren beeld in beeld. Dan ziet u het wat beter. Psalm 88 gaat over, over depressie, over totale uitzichtloosheid, nihilisme, wat je het allemaal zou kunnen benoemen. Toen ik Psalm 88 improviseerde, toen bevroedde ik nog niet dat ik ook een Psalm 88 ervaring zou gaan krijgen. Ik ga daar nu niet te diep op in. De muziek moet ook voor zichzelf spreken. Het is muziek bedoeld voor rouwverwerking en voor mensen die zeer depressief zijn of andere verliezen hebben meegemaakt, tot het ernstigste verlies aan toe en totaal geen uitweg meer zien. En deze muziek, die improvisatie, ja, is een handreiking om, als het gespeeld wordt, dus voor de speler of voor de luisteraar, bedoeld om hoop te bieden. En Psalm 88, je zou zeggen van, nou, Chants Célestes, moet dat op een album van hemelse liederen? Er staat hier ook bij het hemelse lied. Nou, je ziet hier ook, dat heeft Martin prachtig gedaan, een engel op de rug. Het is zwart, je ziet wel een bazuin die de kerk inblaast, maar hij staat met de rug naar de kijker toe. En, maar dan is het wel een engel. Alleen, je ziet alleen maar zwart. Je ziet alleen maar de achterkant. En Psalm 88 gaat er ook over. Ik heb op de achterkant de 1773 berijming af laten drukken. Vers 1, 4 en 7. En dat heb ik gedaan omdat de 1773 berijming qua vertaling nog heel dichtbij bij de emotie van Psalm 88, van de onberijmde psalm, komt. En er staan wat woorden in die wat ouderwets geworden zijn, maar als u dat even vertaalt, om even googelt, dan kunt u de moderne woorden er ook goed bij vinden. Maar het gaat eigenlijk om, natuurlijk om de onberijmde versie. Ook voor in het boekje een hele uitleg gegeven waarom ik Psalm 88 toen improviseerde en het nu heb laten noteren en laten uitgeven. En dat kunt u rustig lezen. En voor de rest zou ik zeggen, luistert u nog eventjes naar wat fragmenten. Kom ik zo nog heel kort bij u terug.
Psalm 88 is voor het schappelijke bedrag van €10,95 verkrijgbaar bij de uitgever. Dat is www.martinmuziek.nl. Het is ook bij mij verkrijgbaar bij mijn website www.geestelijkeconcerten.nl. En het is in notenschrift en in klaver verkrijgbaar. En wat ik u nog bij wil zeggen, ik heb het echt laten noteren om een boodschap te geven aan getraumatiseerde, verwonde mensen die geen hoop meer hebben. En wat dus het voorkantje zo mooi aangeeft, dat is eigenlijk al waar Psalm 88 over gaat. Dat er hoe uitzichtloos het ook is, wat u ook meemaakt, dat er altijd ergens een gaatje van licht is. En bij de dichter van Psalm 88 was het dat hij het uitschreeuwde tot God in zijn nood. En ja, dat heb ik heb van alles in mijn leven ook meegemaakt. Psalm 88 was voor mij echt ook iets uit mijn hart. En Beethoven schreef onder zijn zwaar bevochten partituur Missa Solemnis uit het hart. Mag het naar het hart gaan? Nou, dat geldt voor mij ook. En, maar een beetje reclame, ja, dat is toch ook belangrijk dat dat gemaakt wordt. Maar het is ten eerste toch echt bedoeld voor een boodschap om, nou ja, laten we zeggen, muziek is balsem in de wond. Dat het een balsem in de wond is, dat het mensen hoop geeft. Of u het nou speelt, of dat u het alleen leest, of dat u het alleen luistert, of dat u het luistert en meespeelt, of tijdens een concert, of wat dan ook. Daar gaat het echt om. Dus nogmaals, www.martinmuziek.nl. Dat is de webshop van Martin van Rossum, de uitgever. Of www.geestelijkeconcerten.nl. En dan kunt u naar mijn webwinkel toe. En dan is het in klaver en in noten verkrijgbaar. Ik dank u wel.